ben Diederik van Dijk. Ik sta nummer 2 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen voor de SGP. We bevinden ons hier in de Vredeskerk. En dat is een plek die voor mij toch wel heel veel heeft betekend in mijn leven. Deze plek is voor mij belangrijk, want onder de prediking in deze gemeente heb ik Christus ook heel persoonlijk mogen leren kennen. En mogen leren wat het is om van genade alleen te leven. En toen ik dat mocht ontdekken, toen werd ik mij er ook eigenlijk pas van bewust dat er een politieke partij bestond, de SGP dus in dit verband, die dat belangrijke woord van God ook uitdroeg en uitdraagt in het publieke leven, tot in de Tweede Kamer aan toe. Nou, dat vond ik ontzettend mooi en ik heb me toen aangemeld als lid van de SGP. Ja, en de rest is in zekere zin geschiedenis. Kijk eens, een pot met kaartjes. Ik ga eens even kijken wat daarin zit. Wat vind je het leukst aan politiek? Het leukst? Het leukst vind ik eigenlijk toch wel om meningen van anderen te horen. En erachter komen, wat drijft je nou? Hoe kom je tot standpunten waar ik soms me niks bij voor kan stellen? Waar komt dat vandaan? Wat is jouw achtergrond? Heeft dat te maken met je opvoeding? Toch die diversiteit die er in de politiek is? Dat vind ik ontzettend boeiend. Wat was je allereerste beroep, baantje? Nou, ik heb ontzettend veel gewerkt op een boerderij, niet zo heel ver hier vandaan, in Maarsbergen. Ik woonde toen nog in Woudenberg bij mijn ouders. En dat heb ik eigenlijk gedaan in alle zomervakanties en op zaterdagen vanaf mijn 12e jaar, zo ongeveer wel. Dat weet ik nog goed, want ik was 12 en ook voor de eerste keer de voorkant van een trekker in elkaar gereden, omdat ik niet zo goed bij de koppeling kon en dergelijke. Maar van het werk heb ik genoten. Ja, geweldig. De liefde voor het boerenland heb ik toen meegekregen en die koester ik nog in mijn hart. Welk standpunt van de SGP spreekt jou het meeste aan? Ja, dat stem geven aan het leven wat zelf nog geen stem heeft. En dan denk ik aan het ongeboren leven. Misschien vind ik dat wel het allermooiste standpunt van de SGP. Wat is een typische blunder voor jou? Poeh, ja, dat zijn er wel zoveel. Waar moet je uit kiezen? Laat ik voor de veiligheid maar wat verder teruggaan in het verleden. Ik was toen nog beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SGP. Het zou wel zomaar 15 of 20 jaar geleden kunnen zijn. En ik wou een abonnement maken. Als ik me niet vergis, ging het over de tracéwet. Dus ik had er een concept van gemaakt. En ik vloog, het had haast, want het debat liep al. Koos van den Berg deed dat debat. En ik vloog eigenlijk naar de Griffie, naar een bepaalde verdieping, om dat amendement te laten bekijken. Van deugt het? Klopt het juridisch? En ik schiet naar binnen en er zit een vrouw achter het bureau. En ik zeg, ja, ik heb hier een conceptamendement. Je moet even nu kijken of het klopt. En die keek nogal verschrikt. En ze zei, ja, maar ik ben druk, ik ben bezig. Ja, ik zeg, ja, maar dit heeft wel even haast. Het debat loopt al. Ik wil graag dat je nu kijkt. Nou, en zij begon te kijken en het amendement te bestuderen. En ondertussen keek ik een beetje om me heen. En ik zag allemaal posters van GroenLinks en van vlaggetjes van GroenLinks. Dus in één keer realiseerde ik mij, ik sta helemaal niet bij de Griffie hier. Ik sta hier in de kamer van GroenLinks. Maar ja, ik durf dat niet te zeggen, dat ik in de verkeerde kamer naar binnen was gekomen. Dus ik heb even gewacht en die betreffende dame zei een paar dingen van ja, het lijkt me wel goed. Ik zei nou, dan kom ik er zo wel uit. En ik ben gauw met een staart tussen mijn benen, heb ik die kamer weer verlaten. Nou, dat was wel een beetje een typische blunder voor mij. Hoe ziet je thuissituatie eruit? Nou, gelukkig heel goed. Ik ben getrouwd met één vrouw, met Jacqueline. Ik mag 3 zonen hebben, 2 dochters, waar ik ontzettend blij mee ben en dankbaar voor ben. Ik heb 2 kippen en 1 hond. En ja, dat moet ik niet vergeten, een baken van stabiliteit is mijn vrouw. Zonder haar begin ik echt helemaal niks. Waarom is de SGP jouw partij? De SGP is een partij die staat voor het woord van God. Dat is haar basis en dat is het allerbelangrijkste. Daar moeten we aan vasthouden. Daar ligt ook het bestaansrecht van de SGP. En daarom is de SGP mijn partij. We hebben de bodem nog niet bereikt.
Ik begin dit wel leuk te vinden inmiddels. Het wordt een beetje verslavend, eigenlijk al die vragen. Wat is je meest bijzondere hobby? Ja, ik vind mijn hobby zelf helemaal niet zo bijzonder. Maar ik merk dat sommige mensen zich soms enigszins verrast kijken als ik zeg dat ik het heerlijk vind om van tijd tot tijd even de motor te pakken en uiteraard binnen alle geldende snelheidslimieten een stukje het gas open te draaien en een tochtje op de motor te maken. En ja, hetzelfde geldt een klein beetje voor een andere hobby. Mijn broer en ik hebben een oude motorboot en die benutten wij heel geregeld om het water te skiën. Op de Rijn en de Nederrijn en op het Veluwemeer en dergelijke. En als we op vakantie gaan naar Italië of Frankrijk. Dus waterski en dergelijke kan ik ontzettend van genieten. En dat vind ik heerlijke hobby's. Waar ligt een uitdaging voor de SGP? Ja, die uitdaging is in zekere zin niet anders dan de uitdaging waar ook deze kerk mee te maken heeft en waar iedere christen mee te maken heeft, om trouw te blijven aan het woord van God. Met de grote vraag, toetsen wij het woord of toetst het woord ons? Ook als het misschien dwars tegen ons eigen gevoel en onze eigen meningen ingaat. Nou, daar ligt een uitdaging voor de SGP om zo te laten zijn dat het woord ons toetst, dat het woord ook de SGP toetst. En ja, ik roep iedereen op die het woord van God lief heeft om mee te doen aan deze uitdaging voor de SGP. Om de SGP te steunen, om te bidden voor de SGP, om lid te worden. Ja, en natuurlijk om op 22 november, Day of Lente, ook te stemmen voor de SGP. En wie weet halen we die vierde zetel wel naar binnen. Alvast bedankt.